Goed, welkom bij les nummer 2. En we gaan nu ons eerste nummer spelen. En dat is genaamd White Rose of Athens. En het staat op bladzijde 17 in het boek. Even een korte toelichting. Je ziet hier dus een bladmuziek waarbij je dus aan de bovenkant wat extra informatie vaak hebt. Voor het keyboard wordt vaak gezegd 3 dingen. Allereerst, wat is de geadviseerde instrument of wat is het advies? In dit geval staat er mandolin of mandoline of een volksgitaar. Als die erop zit op je keyboard, hartstikke mooi, probeer dat eens uit. Of de combinatie, soms kun je ook 2 instrumenten tegelijk kiezen. Vind je een piano mooi, speel je mooi op de piano, geen enkel punt. Dan staat erbij een stijl of een ritme. Op ieder keyboard zitten altijd stijls of ritmes die je kan kiezen. Een veel gebruikte stijl is de 8-bit. Die heeft vaak verschillende namen. Hier staat 8-bit light, het kan zijn 8-bit ballad, 8-bit easy, noem het maar op. Kies die. En het tempo is eigenlijk dus ja, de maat waarin het wordt gespeeld. Het tempo wat het al zegt. Meeste keyboards kun je die gewoon instellen. Kijk even of je 116 ook kan instellen. Dan het leren van het nummer. De vorige bladzijdes, als het goed is heb je die doorgelezen en daar zie je allerlei noten staan en een notenbalk. Die gaan we dus nu ook gebruiken in combinatie met de nummers van je vingers. We gaan eerst even naar de rechterhand. De rechterhand speel je dus de noten. En je ziet hier staan, dat begint bij 1C. Nou, wat wil dat zeggen? 1 is jouw duim. En C is de noot, die staat, dat is de C die je moet spelen. Dus, en die staat hier met een open bolletje met een punt. Dat wil zeggen dat je die 3 tellen aanhoudt. Dus 1, 2, 3. Dan ga je naar de volgende en dat is weer een C, maar die duurt maar 1 tel. Dus het is 1, 2, 3 en dan 1. Nou, en dan heb ik elke maat bestaat uit 4 tellen. Dus dan is dat stukje klaar. Dan ga je daarna door naar weer een C en dan ga je naar een D. Zie je dat? 2D. Dat wil zeggen, dus met je tweede vinger speel je de D en daarna zie je 3E. Dat wil zeggen, met je derde vinger speel je de E. En dan weer terug naar de D met de vinger 2. Dan zie je zo mooi onderaan de G, bij gain, zie je dus een noot staan met een hele lange streep. Dat is een verbindingsboog en dat wil eigenlijk zeggen, houd die noot aan en tel zo lang. Dus dat is 4 tellen plus 4 tellen. Dat is 8 tellen aan. Dat is je rechterhand. Leer die eerst maar eens gewoon dit te spelen als dat een beetje gaat. Voeg dan het ritme toe. En bijvoorbeeld op de helft, dus tempo 80 of 70. Gaat dat goed? Dan ga je net zo lang totdat je dat kan op tempo 116. Dan zie je 2 akkoorden, dat is dus het samengestelde noten waar ik het over had. Je ziet hier een C en een G, die staan altijd bovenop de notenbalk. Nou, die C staat nog niet in het boek, staat op de volgende bladzijde, maar de C pak je op de keyboard vaak als een G, C, E. Dus dat is met je 5e vinger, je 2e en je 1e vinger. Daarna ga je door naar de G en dat wil je zeggen G, B, D. En dat doe je vaak met 1, 3 en 5. Nou, wat ik ga doen, ik ga hem spelen als een soort easy manier. Een easy variatie. En daarna speel ik hem in een wat uitgebreide, meer gevarieerde variatie. We beginnen met 1. Ik begin met 4 tellen vooraf. Uitgebreidere versie.
Ja, dat was de uitgebreide versie. Nou, ik drukte nu op een knopje ending. Dus vaak heb je een keyboard ook een ending, ook een intro. Kun je aan het eind spelen, zodat je een soort mooi eindje eraan loopt. Nou, dit was Les White Rose of Athens. Veel succes met leren en ik zie u graag bij les nummer 2.